Als alles is gezegd en gedaan, dan zien wij in de spiegel hoe ons leven is geweest. En komt het er uiteindelijk op aan? Wat hebben wij met Jezus gedaan? Als alles is gezegd en gedaan, dan zien we onze spullen, onze hobby's, onze baan in het licht van het eeuwig bestaan. Als alles is gezegd en gedaan. Want ieder mens zal eens voor hem staan, voor de rechter van de aarde. Dan zien we van alles wat is gedaan, de echte eeuwigheidswaarde. En blijft alleen nog over wat uit liefde voor hem is gedaan. Maar de rijkdom van deze wereld zal vergaan. Als alles is gezegd en gedaan, dan zien we alle moeite, elk conflict en elke traan, en hoe we ermee om zijn gegaan. Als alles is gezegd en gedaan. Als alles is gezegd en gedaan, dan beseffen we de noodzaak van wat Jezus heeft gedaan. Daarom roept hij op er acht op te slaan, voordat alles is gezegd en gedaan. Want ieder mens zal eens voor hem staan, voor de rechter van de aarde. Dan zien we van alles wat is gedaan, de echte eeuwigheidswaarde. En blijft alleen nog over wat uit liefde voor hem is gedaan. Maar de rijkdom van deze wereld zal vergaan. Ja, de rijkdom van deze wereld zal vergaan. Maar wie Jezus kent, zal het eeuwig feest met vreugde binnengaan. Door genade binnengaan. Alles is gezegd en gedaan, dan valt er niets te roemen dan alleen nog in Gods naam, die naam die boven alles blijft staan. Als alles is gezegd en gedaan.